al sinds dat we begonnen zijn met het reviewen van gaming gear gerelateerde dingen hier op GamerGeeks, heb ik heel vaak de vraag gekregen of we kunnen kijken naar de Razer Kraken 7.1. Een hele populaire gaming headset, zeker ook als je gaat kijken naar hele grote YouTubers die gesponsord worden. Dan zie je deze headset vaak terugkomen. Razer heeft onlangs een nieuwe versie uitgebracht van de Razer Kraken 7.1, namelijk de Chroma versie. Ik heb hem mogen testen en... Ik ben niet heel enthousiast. Nee, jij wou eerlijk, kritisch en oprecht. Je gaat het nu krijgen. Razer is een heel erg gerespecteerd merk en voor goede redenen. Want ze hebben hele mooie spullen gemaakt. Ik heb er zelf ook een aantal. Maar deze headset, ik vroeg me eigenlijk altijd al af waarom deze zo populair is. Is het door het geluid? Is het door het design? Waar ligt het aan? De Razer Kraken 7.1, de normale, die zijn ook in allemaal kleurtjes te verkrijgen. Felle kleuren, dus je valt meteen op als je dat ding op hebt. Ik heb een zwarte gekregen. En ik vind het design niet heel erg bijzonder. Het is een koptelefoon met Razer aan de bovenkant. Twee oordopjes, die kan je zo inklappen voor opbergen of zo. Het is niet zo dat je het echt in elkaar kan klappen. En ja, aan de zijkant heb je dan het best wel stoere Razer logo. Die in dit geval ook mooi oplichten met allerlei verschillende kleuren. Het enige wat er echt nieuw is in deze Chroma versie, dat is dus inderdaad dat kleurtje op beide oordopjes. Het ziet er wel heel erg vet uit. Je kan allerlei verschillende kleuren instellen in de Razer software. En ook effecten. Wil je gewoon dat de kleur stilstaat? Wil je dat die switcht tussen bepaalde kleuren? Wil je dat die een breathing effect geeft? Dat het zo aan, uit gaat? Je kan dat allemaal instellen. Dus dat is best wel vet. En als je andere producten hebt in de Chroma lijn. De Death Adder Chroma, de muis. Of een Black Widow Chroma, toetsenbord. Dan kan je dus instellen dat wanneer deze nu groen... kleurt, dat die anderen dat ook doen en ook dat breathing effect, et cetera. Een van de grootste ongemakken wat mij betreft is het feit dat dit een USB headset is. Dus alleen via een USB poort kan je hem inpluggen. Het probleem hiermee is dat Windows dit ziet als een aparte geluidskaart. Dus je plugt hem in en vervolgens doet hij het niet in één keer. Je moet de drivers installeren. Dan moet je je PC weer rebooten. En dan moet je ook nog eens tegen je Windows, je geluidsinstellingen zeggen dat hij de Razer headset als standaard apparaat moet gebruiken voor de output, oftewel waar je het geluid vandaan hoort. Op zich klinkt dit ook niet als heel veel gezeik, waar het niet dat als je vervolgens je headset uit je USB-plug haalt, want je wil weer bijvoorbeeld via je speakers even luisteren, ja, dan moet je dus weer helemaal naar je fucking configuratiescherm gaan en tegen dat ding zeggen, nee, ik wil nu dat je weer mijn speakers pakt als standaard geluidsbron. Oké, nou, dat is allemaal ook nog wel logisch. Maar als je dit gaat doen, dan moet je er ook nog eens voor zorgen dat al je programma's meegaan met die beslissing. En dat doen ze niet allemaal. Dat kan op zich ook wel aan de software liggen die ik gebruik. Maar met programma's zoals bijvoorbeeld Skype, waarin je met heel veel vrienden belt, is het gewoon motherfucking irritant. Sterker nog, ik heb vaak genoeg mijn PC moeten rebooten, meerdere keren, omdat Windows gewoon niet meer wist, wat de fuck wil je nou met het geluid? De programma's wisten het niet meer. En je kan ook niet zomaar tegen een programma zeggen, als de headset ingeplugd is, moet je hem van de Razer pakken. Als hij niet ingeplugd is, moet je switchen naar een andere geluidskaart. Dat kan je gewoon niet doen. Toegegeven, het voordeel van de USB-functionaliteit is dat je hem gewoon kan inpluggen in je PlayStation 4 of je Xbox One. Want daar doen ze het ook gewoon op. Dus dat is top. Maar het kutste van deze headset is wel het geluid wat uit de oordoppen komt. Wat is hier mis mee? De bas overheerst. Te fucking veel. Het is alsof je naast een stijl boksen staat in de discotheek en je hoort alleen maar... Je kan de tekst niet meer verstaan, je hoort de hoge tonen niet meer. Dat is de ervaring met deze headset als ik hem op mijn kop heb. Je voert die dingen... doen. Het is verschrikkelijk om hiermee een diversiteit aan dingen mee te maken. Voorbeeldje, ik heb de Evolve Alpha gespeeld. Geweldig spel. Wat hoor je daar heel veel? De voetstappen van het monster wat je moet maken. Je hoort heel veel beesten op de achtergrond. En je hoort natuurlijk ook allerlei wapens. Je weet wel, zware geluiden. Ondertussen had ik een aantal mensen op Skype. Skype stond fucking hoog qua geluid. En Evolve stond hier. En ik kon die gasten gewoon niet verstaan, omdat de bas dusdanig overheerste. Het moffelt gewoon al die andere geluiden weg. Het geluid is echt alleen maar handig voor hele specifieke situaties. Zoals een Counter-Strike. Bijna geen muziek, bijna geen hoge geluiden. Het enige wat je moet horen, dat zijn de voetstappen en waar de kogels vandaan komen. Battlefield is het ook ideaal voor, want je hoort gewoon de oorlog om je heen. En ja, het is een 7.1 headset en het surround effect is wel heel erg goed gedaan. Maar ga je hier eenmaal muziek mee luisteren of dat soort dingen,
is het gewoon echt heel erg kut. Via de Razer software kan je wel allerlei geluidsinstellingen aanpassen, maar die maken het helaas niet echt beter. Zelfs met de bas boost, die je aan kan zetten en kan verhogen of lager zetten, overheerst de bas alsnog. Je hebt een soort van volume filtering optie, die alle niveaus probeert gelijk te trekken. Maar ja, dat lukt gewoon niet. En als je dat steeds hoger zet, dan merk je dat hij nog meer geluiden probeert weg te moffelen. Om alles een beetje... En dat lukt hem ook niet. En dan heb je ook nog een equalizer, waardoor je verschillende frequenties hoger en lager kan zetten. Maar dat maakt het ook niet echt beter. En ook al zou het wel beter maken, het geluid wat er standaard uitkomt, behoort gewoon goed te zijn. Een headset is natuurlijk meer dan een koptelefoon. Er zit ook een microfoontje bij. Er zit in dit geval aan de linker oorschelp. Je kan hem zo eruit schuiven. Hij is nogal buigbaar, dus dat zit wel snor. En ik vind het lampje erop vind ik wel vet om aan te geven dat hij aanstaat. Alleen, waarom moet de mute-knop van de microfoon in godsnaam op de microfoon zelf zitten? Dus stel, je zit gewoon weer op Skype met een aantal vrienden. Ja, bla 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 bla, gezellig, gezellig. Je telefoon gaat. Nou, je wilt niet dat iedereen daar getuige van is. Dus wat doe je? Klik. What the fuck, jongens? Ik moet wel zeggen dat de microfoon van de Razer Kraken 7.1 fucking goed is. Waarom kan elke headset niet gewoon deze microfoon gebruiken? Is dat door het feit dat het door een USB-kabel heen gaat? Ik weet het niet, maar dit is gewoon weg heel erg indrukwekkend. Er zit diep geluid in, er zit bas in, je bent goed verstaanbaar. Dit is geweldig. Voor de Razer Kraken 7.1 Chroma dien je €100 neer te leggen. En wat voor extra's krijg je erbij? Eigenlijk geen één. Ja, je krijgt toegang tot een Razer Surround programma die het surround geluid beter kan laten instellen. Maar ja, dat verwacht ik op zijn minst als je zo'n ding koopt met surround geluid. En voor de rest is helemaal niks. Geen kabeltjes, geen verlengertjes. Sterker nog, ik mis gewoon basisfuncties op deze headset. Want zoals ik al eerder uitleg, het is een USB headset, fungeert als aparte geluidskaart. Waarom zit er dan geen fucking volumewieltje aan deze kabel? What the fuck? Dus ik moet... In Windows moet ik alles weer fucking gaan instellen als ik het geluid zachter wil zetten. En daar houdt het nog steeds niet op, want er is nog iets kuts aan deze headset. Het kabeltje, ik weet niet wat ze ermee hebben gedaan. Of het is de gevoeligheid van de oorschelpen. Maar als je de headset op je hoofd hebt en dit kabeltje gaat langs je shirt of langs je trui. En je doet daar zo mee, dan hoor je dat hier schuiven als een motherfucker. Ook gewoon als je beweegt en het gaat eventjes... Langs je shirt of trui. Je hoort het keihard door alles heen. Heb ik nog nooit bij een andere koptelefoon gehad. Zoals je wel kan merken ben ik niet echt te spreken over de Razer Kraken 7.1 Chroma headset. Het geluid is kut. Het kabeltje wat langs je shirt heen gaat maakt pokkenveel herrie. Er zit veel te veel bas in. Absoluut geen balans. Als je een beetje audioliefhebber bent of muziekliefhebber, dan ga je janken als je dit ding op je kop zet. De lampjes zijn wel handig. USB-functionaliteit, dus je kan op console spelen. En de microfoon is best wel goed. Maar ja, dat neemt niet weg dat er gewoon heel veel functionaliteiten ontbreken aan deze headset. Met andere woorden, ik zou deze lekker links laten liggen. Ik weet niet waarom deze headset eerlijk gezegd zo populair is. Misschien is het alleen in deze Chroma lijn dat het allemaal zo kut is. Maar echt, voor mij hoeft het niet. Laten we hopen dat Razer, behalve dan de headset, wel andere mooie spullen kan maken. Volgende week ga ik kijken naar de Razer Death Adder Chroma.